Welkom bij Havion Helden. Ik ben Omar, ik ben lid van de Havion Circle. Ik ben hier in het Internationaal Theater Amsterdam. En ik ga zo dadelijk Fyodor Josefsson interviewen. Fyodor is acteur, hij speelt in The Nation. The Nation is een van onze Havion favorite voorstellingen. Die dit weekend, het weekend van 24 tot 26 juni, in het Holland Festival te zien is. Probeer niet het spelletje mee te spelen, Sjoerd. Waarom niet? Omdat je dit spelletje nog niet kent. Wij gaan hier zo naar buiten en wij spreken met Eerdemond. Namens Havion, Fyodor, van harte welkom. Dankjewel. Jij bent onze Havion-held dit jaar. heel spannend, I know. Jouw gezelschap, het Nationaal Theater, daar ben je net lid van geworden, ja, vast. Ik ben net 3 weken begonnen daar in het ensemble. Oh, gefeliciteerd. Dankjewel, het is echt een eer. Elke keer als ik aan het repeteren ben, begin was ik echt, ik weet niet waarom, maar echt heel zenuwachtig. Omdat je dan, ja. Ik ben net afgestudeerd en ik ben bij een nieuwe plek. En dan, iedereen is zo lief, maar je had wel het gevoel, oh, ik moet iets bewijzen of zo tegenover al die titanen van acteurs. Mm-hmm. Dus ik was heel erg zenuwachtig, maar iedereen is zo lief. En geef het vertrouwen dat je het gewoon kan en dat je daar op je plek zit. En dat is echt heel fijn. Dus ik ben heel erg blij en dankbaar dat ik erbij zit. Met het gezelschap staan jullie dus in het festival met de productie The Nation. Mm-hmm. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, The Nation is een marathonvoorstelling. Een van de vele marathonvoorstellingen die het Nationaal Theater maakt. En in deze voorstelling staat de verdwijning van een 12-jarige jongen, Ismaël, zijn vrouw. Volgens social media heeft een van uw mannen het gedaan. De voorstelling is een beetje gemaakt als een soap. Dus je krijgt ongeveer 5 à 6 afleveringen te zien waarbij je steeds meer te weten komt over wat er met Ismaël is gebeurd. En het spannende aan deze voorstelling vind ik dat, nou, ik wil niet te veel spoilen, maar dat net als een soap, dat het steeds spannend blijft. Dus je denkt theater, 5 uur, je denkt al heel snel. Oh shit, dat is echt lang. Ja. Maar Erik de Voet is echt een mastermind. Ik vind hem echt een mastermind in regie en in schrijven. En hij heeft zo geschreven en geregisseerd dat je steeds afvraagt, wie is dat eigenlijk en wat is er gebeurd? En het blijft op het puntje van je stoel zitten. En ik vind het vet dat er hele tragische momenten in zitten, maar ook spannende momenten, maar ook hele luchtige momenten. Dus het is echt een mengelmoes van alles bij elkaar. Het is een hele grote bek. En wat heb jij daarmee gedaan? Mijn lul erin gestopt. Het wordt volgens mij op heel veel plekken aangekaart als een soort van Netflix-serie set on stage. Mm-hmm. Klopt die beschrijving een beetje volgens jou? Of? Ja, ik zou geen set zeggen, maar het geeft wel echt een soort van Netflix-vibe. Het zit gewoon heel goed in elkaar met prologen, met muziek, dus met een header. Header, zeg je dat zo? Header? Header? Denk ik. Eén van die twee dingen. Ismaël gooide een steen door de ruit van de wijnbar van zijn eigen moeder. Je kan op 2 plekken zitten, op het podium zelf en in de zaal. En ik ervaar zelf op de zaal, dus in het podium, dat je dan echt, dat je er zo huid op huid zit, dat het inderdaad voelt alsof je Netflix aan het kijken bent. Dat is eigenlijk het kijkersperspectief. Hoe is het om als acteur, nou ja, zo'n lange productie te spelen, 5 uur lang, 6 afleveringen? Ja, ik heb het geluk en het ongeluk dat ik best wel een kleine rol heb. Het geluk als in, ik vind het doodeng, dat herneming super snel doen. En het ongeluk, omdat een 5 uur lange boog maken is gewoon iets heel vets als acteur, lijkt mij. Ja. Het maakt niet zo heel vaak mee dat je zo lang de kans krijgen om een personage te laten ontwikkelen. Maar het is soms wel, vind ik, moeilijk om lang te wachten, ja, om aan beurt te komen. Je zegt zelf dat je dus niet per se de grootste rol hebt in het stuk. Maar omdat je er zelf in speelt, neem ik aan dat je de productie wel echt binnenste buiten kent. 5 uur is echt moeilijk om te vatten, dus als ik zelf het ken, doe ik mezelf tekort. Net zoals bij heel veel Netflix-series moet je heel vaak 2 keer kijken om heel veel dingen te snappen. Ja. Dan zie je opeens, oh mijn god, daarom was die jongen daar achter die boom, want hij heeft haar. Dus dat soort dingen maak je nog steeds mee tijdens het spelen, tijdens het kijken of luisteren achter de schermen. Dan denk ik, oh mijn god, ja, tuurlijk was hij daar. Dus heel veel dingen komen pas later naar binnen. Dus om te zeggen dat ik het nu helemaal snap van binnen buiten is echt grote leugen. Maar dat is dus ook misschien wel een deel van die magie die je noemt. Yeah. Dat het blijkbaar ook op zo'n niveau zo goed in elkaar steekt, yeah, allemaal. Dat je dit soort kleine details, yeah, hebt.
die je steeds opnieuw opvangt. Ja, en ook over mijn eigen tekst denk ik soms, oh mijn god, ik zeg het hierdoor. Ik heb mijn huiswerk zo slecht gedaan dat ik soms gewoon denk, oh mijn god, tuurlijk moet, ja, dat is het. Ja. Maar dat vind ik inderdaad magie, dat iemand dat zo goed kan vatten. En ja, dat is gewoon vet. Dus ik vind het echt bijzonder om te zien dat als ik het lees, ik al denk, wauw, impressive. Dan zie ik dat het wordt vertaald op het toneel. Ja. En hoe iedereen daar zijn eigen licht aansluit, de muziek aansluit. Ik ben de grootste fanboy van deze voorstelling. Fantastisch. Ja. Wat mij heel erg bijbleef is dat, dat het zulke relevante onderwerpen zijn. En daarbij dat het dus heel erg gaat over de Nederlandse maatschappij. En dat het om onderwerpen gaat die, nou ja, in de tijd dat het is geschreven, moeilijk lagen in de samenleving. En die anno 2022 eigenlijk ook nog steeds een beetje ongemakkelijk liggen. Heb je hetzelfde gevoel of een persoonlijke connectie met de onderwerpen die naar voren komen? Nee, ik heb zelf niet een heel persoonlijk engagement met de voorstelling. Maar ik vind wel, als je naar het nieuws kijkt, in heel veel verschillende soorten vlakken, dat het stuk nog steeds actueel is gebleven. Het is bijna eng, zei ik laatst tegen een collega, met de verdwijning van het jongetje van een maand geleden. Oh ja. En wie daar verantwoordelijk voor is, zeg maar, hoe gaan we daarmee als maatschappij aan de slag? De voorstelling is 5 jaar geleden geschreven, maar helaas merk ik nu dat heel veel spelletjes best vies worden gespeeld. En ik vind het heel, nou, ik wil niet zeggen mooi, maar bijzonder dat het 5 jaar geleden zo goed is gevat en nog steeds relevant is. Nooit gaat mij niet om homoseksualiteit, nee! De voorstelling gaat centraal inderdaad over de vermissing van het jongetje. Maar, ik heb tot aflevering 10 gezien, hè? Maar naarmate de afleveringen verder gaan, merk je eigenlijk dat het onderwerp veel groter wordt. Zeker. En dat het veel meer gaat over belanghebbende eromheen, die als een soort van haaien op een druppel bloed afkomen. Ja. In plaats van het slachtoffer, het kind in dit geval. En ook in hoeverre mensen in staat zijn om te zorgen dat zij daar ongeschonden van afkomen. En dan gaat ook over een soort van beeldverlies en dat soort shit. Waardoor je op een gegeven moment, ook als toeschouwer van de voorstelling, vergeet dat een jongen verdwenen is. Wat begon met wijkprotesten tegen racistisch politiegeweld is inmiddels uitgelopen op massale demonstraties. Net zoals we dat in Nederland ook doen, gaat zo'n vermissing op een gegeven moment ook niet meer over die vermissing, maar over de oorzaken en gevolgen. En dan gaan mensen, naar mijn mening, gaan er heel veel mensen dan in eigen belang zorgen dat zij daar door een oplossing zelf beter in uitkomen. En ik vind dat dat in de voorstelling ook heel goed is gevat. En je moet tot aflevering 6 komen om dat te kunnen zien. Maar, Jij bent voor ons Haafjongheld. Heb je zelf helden of mensen die je inspireren? Heel veel helden. Ik ga ze gewoon allemaal opnoemen. En een lijst van ongeveer, ik weet niet hoeveel. Ik ga op een gegeven moment moeten gaan stoppen. Oké. Okay. Al mijn vrienden zijn sowieso helden. Etienne Stuger, Nancy Masala, Emmanuel Boaffo, Denzel Goudmijn, Sina Toxis, Sienne Hedigen, André Richters, Laura Bakker, Isabelle Cafando, Gijs Blom, Danny de Brouwer, wie nog meer man, heel veel mensen. En dan ook Romana Vrede met wie ik speel, wat ik echt geweldig vind. Manje de Kavina vind ik geweldig, Ian de Voet vind ik geweldig, Daria Boefjes is geweldig, Sally Tjung is geweldig, Haap Dijkbaan, Hugh Paddenburg. Wie nog meer? Will Smith is een hele grote inspiratie, komt van mij. Het gaat zo door. Kenneth Herdigijn is echt een van mijn favoriete acteurs. Priscilla Valdeel is geweldig. Carlijn Bentham, Sophie de Vries, Elieke Rovers. Ik kan echt zo doorgaan. Echt heel veel mensen die me hebben geïnspireerd om te spelen zijn echt mijn helden. Want door hun sta ik overeind nu. En ik ben vast een paar namen vergeten. Dan moeten ze me gewoon vergeten. Vergeven. Alkan Çuklu, ben je niet vergeten. Maar gewoon, dat zijn echt mijn helden. Gewoon mensen met wie ik me omring. Dat zijn gewoon mijn vrienden. Die me eigenlijk vertrouwen geven dat ik in deze wereld thuis hoor. En door hun bewegingen in het theaterveld blij ben dat ik onderdeel ben van deze wereld. Oké. Okay. Yvette Feijen, ik hou van jou. Yvette Feijen is de. Die haar mag ik echt niet vergeten, nou, dat ik bijna vergeet. Wat ga je meenemen uit deze voorstelling voor jezelf als acteur? Ik ga meenemen, kijken naar mijn collega's. Dat
Wat ik heel grappig vond is dat het stuk is 5 jaar geleden gemaakt en opgevoerd en het is heel goed gedaan. Het is super goed geregisseerd, het is echt een knaller geweest op het, in de theaterwereld. Maar dat alle acteurs en de regisseur nog steeds echt hun best doen om het stuk anno 2022 relevant te maken, goed gespeeld te laten worden en nog steeds echt zoeken naar een manier om hier alles uit te halen. En dat ga ik zeker winnen. Dat een voorstelling eigenlijk nooit klaar is met ontwikkelen. Je kan eigenlijk elke dag, elke voorstelling, elk moment nog steeds een nieuwe ingang zoeken voor bepaalde zinnen of teksten. Dus dat was wel waardevol. En dat ga ik nooit meer vergeten. En dat blijf je voor altijd bij. Prachtig. Tot slot eigenlijk, waarom moet iedereen dit zien? Iedereen moet deze voorstelling zien, omdat het zowel op theatraal niveau en inhoudelijk niveau en als je gaat over acteurskwaliteiten, echt alles aantikt. En hoe vaak maak je mee dat je een soort van live soap op het podium krijgt, van 5 uur, waarbij je de hele tijd denkt, oh mijn god, dit is zo spannend en dat is er gebeurd. En hoe vaak maak je mee dat die voorstelling ook nog €20 kan kosten als je onder 39 jaar bent. Of 12 euro als student, dat maak je echt nooit mee. 100%. Dus daarom moet je komen kijken. En ik speel erin. Want dat is echt vet. Dus je moet ook voor mij. Kortom, meer dan genoeg redenen. Ik ben verkocht. Ben je verkocht? Maar ik heb zelf ook wel een kaartje. Dus dat is makkelijk zeggen. Fyodor, heel erg bedankt voor dit gesprek. Wij kijken in ieder geval heel erg naar uit om je dit weekend in Internationaal Theater Amsterdam, de Rabozaal hier naast mij, te zien spelen. Met H.F. Jong bieden wij jou een korting aan, jou de kijker, als je jonger dan 40 jaar bent. Ten slotte is dit ook je allerlaatste kans om deze productie, The Nation, te zien. En als dat niet genoeg reden is om je te overtuigen, kan je terugspoelen naar het begin van het video en dan leggen we het allemaal graag nog een keer voor je uit. Bedankt voor het kijken.